Bij recreatieplas De Berendonck is dit weekend een onderzoek gestart naar de waterkwaliteit van de plas. Het water staat daarom bekend erg troebel te zijn, wat vooral een doorn in het oog is voor de plaatselijke duikvereniging. Samen met de Wageningen Universiteit wordt er nu een heel jaar lang gewerkt aan de vraag waardoor de waterkwaliteit zo slecht is en wat eraan gedaan kan worden. De Berendonck is maar een klein meertje, toch gaat het om een ingewikkelde puzzel. Een ingewikkeld ecosysteem waar alles met elkaar samenhangt. Het onderzoek dat dit weekend is gestart heeft vooral als insteek om te begrijpen wat er nu aan de hand is. Om op deze manier achter de oorzaak van het troebele water te kunnen komen. Wat we vandaag aan het doen zijn, dat is onderzoek naar de troebelheid van het water. Hoe komt dat nou? Wat zijn de oplossingen? En dat is in twee zinnen is dat heel snel gezegd. Het is echter een heel langzaam en traag proces om op te lossen. Vandaar dat de hulp van de Wageningen Universiteit is ingeschakeld. Nou, dit zijn de duikers die nu hier bezig zijn. Voor de duikers is het natuurlijk ontzettend veel fijner om te zien wat je doet. De duikers vinden het leuk om in de Berendonck te duiken. Ondanks dat het troebele water wel voor belemmering zorgt. Nou, het is gewoon zonde, want wat je eigenlijk naartoe gaat voor duiken is het onderwaterleven en een paar objecten bezoeken. En als je ze pas ziet, als je ze een meter er vanaf bent, is het heel lastig zoeken. En vissen zijn gewoon heel lastig te vinden op deze manier überhaupt. En als je zo'n prachtig onderwaterhuis onder water hebt liggen, daar wil je gebruik van maken, dan wil je kijken wat er om je heen gebeurt. Daarom wordt er nu gedoken met het doel de waterkwaliteit in de Berendonck te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door middel van lichtdoorlaatbaarheidsmetingen. Dat doe je met een sekieschijf en dan is het eigenlijk kijken van of je het verschil tussen zwart en wit nog kunt herkennen. En dan kijken we welke afstand dat niet meer lukt. En dat is dan de maat voor de doorlaatbaarheid. In duikersopleidingen is het ook een stuk veiliger als men elkaar goed kan zien. De duikers communiceren met elkaar onder water door middel van handgebaren. Ook voor de vissen die op zicht jagen is het aangenaam als het water helderder is. Dit maakt de jacht gemakkelijker. We willen op zijn minst een heel jaar rond bezig zijn in het water. Ook omdat allerlei processen, biologische processen, die zijn in de loop van het jaar, hebben die weer een andere gang van zaken. Dus daarom ze hebben op zijn minst een heel jaar nodig om op allerlei momenten in het jaar metingen te doen.